Ik ga iets meer trainen voor de 5000, de 5000 meter. Omdat ik denk dat ik daar iets meer aanleg voor heb. En ik denk dat ik daar nog heel veel te winnen heb. Als ik zo naar Vuloa kijk en hoe ze zich dit seizoen gemanifesteerd heeft, denk ik dat ze vooral perspectief heeft op de iets langere afstand. Dus dat de 5H beter zal liggen dan de 1500. In de 1500 is het heel ook wel tactisch. En bij een 5000 kan je soms ook iets meer wegdromen. En ik ben wel een beetje een dromer, dus dan, ik weet niet, kan ik gewoon lekker in de flow gaan en die rondjes wegtikken. Dus ik denk dat dat wel werkt. Als dat lukt, dan heb ik het EK onder 23 limiet volgend jaar in Noorwegen. En ik denk dat het gewoon een heel mooi toernooi is als stapje naar de senioren toe. Gaat het er lukken? Nou, ze gaat er in ieder geval alles aan doen. Dus ik heb geen glazen bol, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar zoals ze nu is, is ze goed op weg. En heeft ze afgelopen jaar mooie stappen gezet. Dus ik denk dat het zeker haalbaar is.